Ik ben Colin Groot en ik ben neurowetenschapper bij het Alzheimer Centrum in Amsterdam. Ik ben onderzoek gaan doen naar de ziekte van Alzheimer omdat het een zeer complexe ziekte is waarvan we nog veel te weinig weten. Wat mij nou interesseert is hoe mensen met de ziekte van Alzheimer zo erg van elkaar kunnen verschillen. De ziekte van Alzheimer wordt vaak geassocieerd met geheugenklachten, maar voor sommige mensen staan andere soort klachten, zoals bijvoorbeeld problemen met de taal, juist op de voorgrond. Mijn onderzoek richt zich erop om de factoren die ten grondslag liggen aan de klinische verschillen tussen mensen in kaart te brengen. In mijn onderzoek deelden we mensen op in groepen op basis van klinische verschillen en maakten daarna gebruik van een scala aan onderzoeksmethoden om te onderzoeken welke factoren ten grondslag liggen aan de verschillen. Wat we vonden is dat zowel de mate als ook de locatie van de Alzheimer-gerelateerde hersenschade, genetische factoren en ook cognitief reserve gerelateerde factoren allemaal een rol spelen. Door verschillen tussen mensen te onderzoeken en de factoren die hier dan ten grondslag liggen in kaart te brengen, kunnen onze resultaten bijdragen aan het verbeteren van de diagnose en het specifieke maken van een prognose. Nou, en uiteindelijk zouden onze resultaten ook gebruikt kunnen worden om therapieën af te stemmen op de specifieke klachten van ieder individu.